Hallo allemaal, welkom bij Towerworks. We zijn bezig met aantoningsreacties. Nu komt de aantoningsreactie van glucose. Om dit te laten zien, heb ik hier twee reageerbuisjes. En die vul ik met een beetje water. En in één van die twee doe ik een spatelpuntje glucose. Gewoon een klein schepje. Even een beetje mengen. En als aantoningsreactie gebruik ik veling A en veling B. Deze reagentia, die gaan we toevoegen. Ik doe vijf druppels A. 1, 2, 3, 4, 5. En veling B. Die mengen we even. En je ziet niet heel veel kleurverschil tussen die twee. Maar als ik ze in een waterbad warmer dan 60 graden doe, dan wachten we even en dan zien we zo wat gebeurt. Je kan duidelijk zien dat de buis waar glucose in zit een helder oranje kleur krijgt. Maak nu de vragen in jullie werkboek of op towerworks.nl en ik zie jullie de volgende keer in het lab.